Nou, ik ben Ibrahim Abouni. Ik train voor Jim Haarlem. Mijn trainer is Ridwan El Asrouti. Dit toernooi houdt voor mij in, net als alle andere partijen. Alleen heb je nu twee partijen wat je moet vechten. Maakt niet uit hoeveel. Maar je moet je twee keer gaan opladen. En dat twee keer opladen geeft ook weer een boost en een kick. Ja, Fabio Quasi is een goede jongen, getalenteerde jongen van mijn gezin. We gaan er allebei hard voor. Ik denk dat hij nog harder ervoor moet gaan dan ik. Ik denk dat hij het nu misschien redt, de eerste tweede ronde. In ieder geval voor alle tegenstanders zijn goed, top. Allemaal atletisch, alleen niet beter dan mij. Boyboy en Ridwan Cairo zijn twee goede toppers. Cairo heb ik al een keertje tegengevochten, van verloren. Die wil ik nog heel graag rechtzetten. Dus ik hoop dat ik tegen hem in de finale zou komen. Nou, van mijn tegenstander weet ik dat hij een getalenteerde jongen is. Het is een beuker, hij geeft niet snel op. Blijft doorgaan, conditioneel is hij goed. Ik ben Ibrahim Abouni van Jim Haarlem. Ik kom uit Amsterdam, 24 jaar. 23 april vecht ik een viermans toernooi, min 95 kilo. De eerste partij vecht ik tegen Fabio Quasi. Die is snel gedaan. En de tweede partij vecht ik tegen Boyboy of Cairo. Daar ben ik ook wel klaar mee. Dus zou je zeggen, mensen, koop je kaartjes snel voordat ze uitverkocht zijn. Anders moet je aan je tafel gaan zitten voordat die uitverkocht is. Ja, dan moet je het maar op herhaling gaan zien. Dat is niet leuk. Ik zou het daar willen zien. Hoosh.